Frans, wat een passie, wat een hartstocht vandaag. Ja, staat de club bekend om. Wanneer wist je dat je dit het veld in kon sturen? Ik heb donderdag en vrijdag de training geleid. En nou goed, dan heb ik gekeken wat we hadden. En ik heb natuurlijk, ben ook assistent trainer bij Gilles 1. Dus ik ken ook de spelers van Jong. Die wedstrijd zie ik ook wekelijks. Dus ik wist wat in ieder geval de kwaliteiten waren van de spelers die ik tot mijn beschikking had. En nou goed, dan hebben we samen dit uitgeconfirmeerd. Met een beetje geluk hadden jullie gewoon gewonnen? Ja, was misschien wel verdiend geweest. Maar ja, goed, dat is niet altijd zoals dat werkt in de voetballerij. Hoe heeft de laatste week eruit gezien bij jullie? Ja, dat is natuurlijk heel bizar. Ja, heel veel gebeurd. Hele ingrijpende gebeurtenissen. Die natuurlijk ook bij de mensen die direct betrokken zijn. Binnen de vereniging, sponsors, supporters, spelers. Diepe sporen heeft nagelaten. Maar goed, ja. In de basis zijn we natuurlijk een voetbalclub. En moet het over voetbal gaan. En helaas, ja goed, zijn daar ook bewegingen omheen die proberen nou, iedere keer andere dingen te creëren. Dat is jammer. De jongens die we vandaag hebben gezien, zijn dat de jongens die de komende weken de schouders onder de redding van Achilles gaan zetten? Dat weet ik niet. De situatie is elke dag anders. En we zijn natuurlijk intern binnen de club nog met allerlei zaken bezig om het weer allemaal vlot te trekken. Ja goed, dat is niet makkelijk en daar mogen we natuurlijk niet op dingen vooruit lopen. Dus dit is wat er nu is. En we hebben het gewoon graag over de mensen inderdaad die er wel zijn. En deze jongens die hebben natuurlijk heel en ziel en zaligheid de afgelopen week al gegeven. En dat hebben ze vandaag ook laten zien. Nou, je bent nu hoofdtrainer. Gaan jullie gewoon nu vanaf nu de draad weer gewoon oppakken? Hoe moet dat zien? Nou goed, ik ben niet alleen hoofdtrainer. Ik ben ook technisch directeur bij Achilles. En we gaan gewoon weer bekijken hoe we de situatie verder in gaan vullen. Dit was in ieder geval zoals het er vandaag voor stond. En misschien is het maandag of volgende week of over twee weken weer anders. Dus dat zullen we wel zien wat dat oplevert. Ja, is er echt helemaal niks over te zeggen? Of? Nee, ik heb daar nu niet de behoefte over om daar op dingen vooruit te lopen die niet zijn of die misschien gaan komen. Dus dat hou ik liever zo. Bekijkt echt van week tot week? Van uur tot uur. Dus ik kan geen uitspraak doen of jullie het seizoen uit gaan voetballen? Of Journalisten mogen alle uitspraken doen, maar ik bekijk het vanuit de club. En we hebben heel veel over ons heen gehad. En wij proberen ons tot het voetbal te beperken. En dat is wat we in de core business zijn. En wat andere mensen daarover zeggen of schrijven, dat is voor hun rekening. En wij willen gewoon binnen de lijnen laten zien wat we in onze mars hebben. En dat hebben we in ieder geval vandaag, denk ik, gedaan. Dat we in ieder geval de club op een waardige manier hebben gepresenteerd. En ja, dat heeft me in ieder geval een goed gevoel gegeven. Ja, sterkte de komende tijd. Dankjewel.